Goed, het zijn van die momenten dat je wat minder tijd hebt dan normaal. Dus we gaan een snelle knoop doen. Dit wordt de cross Kelvin, zo wordt hij genoemd. Hij begint weer binnenste buiten. We hebben de brede zijde aan de rechterkant. Deze video is weer gespiegeld. Nou, dan gaan we. Quint rechts, onder links. En vervolgens sla je naar rechts toe door. Dat is 1. En vervolgens weer links, achterlangs. Dat is 2. Dan ga je rechts, overlangs. Dat is de vierde, derde slag. Vervolgens ga je midden door langs. En gooi je de brede kant door de twee lussen heen die je net hebt gemaakt. Nou, wat je dan krijgt is dat het een soortgelijke knoop wordt als de cross of de Christensen, nadat je de cross Kelvin heet. Ja. Je krijgt een beetje hetzelfde aanzicht als die cross knoop. Waarbij hier dit gedeelte gaat opvallen. Kraag omlaag. Asymmetrische knoop. Eentje die heel snel is. Snel in de hand ligt. Afmeting juist. En dat is hem. Ik ga hem toch even herhalen. Ja, altijd leuk. Trek hem netjes uit elkaar. Wat ik al vaker heb gezegd nu, is ik heb hier de naad van die das ongeveer zitten. Dat is al het punt waar ik begin. Dus, op die naad. Rechts onder links. Vervolgens sla je hem twee keer om. Dat is 1. Dat is 2. Midden door langs. En gaat hij door die twee lussen die je net hebt gemaakt. Voor hetzelfde geldt dat je ook je duim tussen die lussen in kunnen zetten. Dan had je er wat makkelijker doorheen gekund. Corrigeren, bovenzijde, onderzijde. Afhankelijk van hoe groot je de knop wilt hebben. Aantrekken. Corrigeren. Mooie asymmetrische knoop voor de momenten dat je gewoon echt wat minder tijd hebt. Laat me weten wat je ervan vindt en enjoy!